Goochelen is de kunst van afleiding. Een goochelaar laat je kijken naar zijn rechterhand terwijl hij links je horloge van je afpakt. Politici lijken steeds meer op goochelaars. Ze willen ons laten denken dat de problemen in ons land komen door identiteit. Ons land terugverworven. Het Sinterklaasfeest wordt van ons afgepakt. Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest. Het kerstfeest wordt van ons afgepakt. Zoals de NPO dan ineens heel politiek correct begint van het mag niet meer kerst heten, dat vind ik ingewikkeld. Een asielplaag teistert ons land. Eruit met die kankerzooi. Terwijl wij zeggen, het probleem van ons land is beleid. Sociaal-economisch beleid. Hoe komt het dat steeds meer mensen in het land zich kapot werken en toch niet meer kunnen rondkomen? Rijke multinationals mogen 4000 miljard per jaar door ons land heen sluizen, terwijl we alleen maar aan het bezuinigen zijn op zorg en onderwijs. Binnenkort bestaat 1/3 van de werknemers in ons land uit flexwerkers. Mensen die niet meer weten of ze morgen nog een baan hebben, die ontzettend onzeker zullen zijn. Steeds meer geld verdwijnt in de zakken van een klein groepje rijken aan de top. En daar moeten we het over hebben. Want waar rechts ons probeert af te leiden door het alleen maar over identiteit te hebben. Ik vind wel dat die campagne moet gaan over de Nederlandse identiteit. Hebben wij het ook over waar het echt om gaat. Sociaal-economische gelijkheid en gelijke kansen. Dus, lieve landgenoten, we moeten ons niet meer laten afleiden. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen weer de vruchten kan plukken van het prachtige land.